Welkom bij aflevering 182 van De Vierkante Paal. Het is weer begonnen. Michael Frey heeft weer gescoord en Malinois heeft ons dit keer niet kunnen verrassen. We praten na over de glorieuze 0-2-overwinning achter de kazerne. Ik ben Thomas Limbroek. Ik ben Duncan Bartholomeesen. En ik ben Bob Dio. Welkom. Alright, gasten. Duncan, blij dat we nog eens erbij bedankt, hebben. Thomas. Ja. Gere gedaan. Ik zal gaan in. Ja, voilà. Jij stond op de eerste rij. Jij wordt onze eerste invaller vandaag. Bij het jammerlijke uitvallen, het gekwetst uitvallen van Hans Bressing. Hopelijk komt alles goed mee, Hans. Geen Nerco heb ik gelezen op zijn trein. Dat kan er een volume voor een topsport, hè. Hij zal wel genoeg drinken, denk ik. Ja, ik vond vooral zijn bericht naar in de WhatsApp-groep van geen airco op de bus. We zijn wel 1000 keer gestopt. Zo tussen Mechelen en Antwerpen, 1000 keer stoppen. Dan zijn we even bezig. Hè. Ten Hans was eigenlijk een beetje vergeten dat hem erop stond vandaag. Dat kan gebeuren. Dat kan de beste overkomen, letterlijk. Ik ook. Zelfs de Hans en de Bob. Dus dat zijn de beste. En het kan hem ook overkomen. Gelukkig was een Duncan er. Bob, hoe is het met u? Hoe? Ja. Dit is mijn weer. Ik vind dat... Ja. Hoe harder dat iedereen begint te zuchten en te klagen van nu is het echt te warm, hoe meer dat ik opleef en geniet. Okay. En om te leven of ook om triathlons te lopen? De beide. Ja. Okay. Als ik moet kiezen tussen een Ironman doen in snertweer met regen en kou of 40 graden, geef me dan maar 40 graden. Chapeau. Zotjes. Ja. Ik hoop dat voor onze spelers ook gold. Een aantal wel. We zullen het eens even overlopen. Duncan, wij zijn gestart met 11 spelers. Geen verrassingen daar. Maar wel in de invulling daarvan, denk ik. We zagen Buté in de goal. No surprise. Vines, Pacho, Alderweireld, De Laat, van links naar rechts. Nainggolan, Youssouf, Gerkes, Balikwisha, Miyoshi, Frey. Waar dat we een verandering hadden verwacht of gehoopt op middenveld, kregen we er geen, denk ik. Niet volledig akkoord. Ten opzichte van donderdag werd Gerkes en Nainggolan wel van plaats gewisseld. Hè. Dus Nainggolan meer op de 10. Gerkes meer werkend naast Youssouf. Ik vond dat wel logisch. Ik vond dat beter. Nog niet optimaal. Maar ik denk dat Raja zo wel beter tot zijn recht komt in plaats van dat hij mee de long uit zijn lijf moet lopen. Die nu nog maar 3/4 lang. Ja, voilà. De rest zit dicht. De rest zit bij Youssouf, denk ik. ik vond dat logisch. Over de twee flankspelers zullen we het straks misschien nog hebben. Dat schort dan nog wel wat. Maar centraal vond ik dat de meest logische oplossing met de spelers die hij momenteel heeft. Ja. Ja. Achteraan Vines, Pacho, allebei erin gekomen. Ten koste van Krasnici en... Almeida. Almeida. Verrassing voor u, Bob. Word jij blij om Vines, de oude getrouwe Vines, terug te zien? Boah. Ik ben een coole minnaar van de Vines-vereniging. Maar ik snap het ergens wel. Ik bedoel, die jongen heeft toch al iets meer ervaring dan Krasnici. Hoewel dat hij zeker tegen Kiev en tegen Drita niet verkeerd heeft gespeeld. Geen hoofdrol opgeëist, maar dat was degelijk. En ja, dat vond ik oké. En als ik dan echt moet kiezen tussen Almeida of Pacho... dan toch maar Pacho. Al macho. Het liefdeskind van ja, dat is, Pacho. Die, speelt, die, vroeg, die is samengekomen met Eddie Walikwisha. Ja. Die stond er dus ook in, onze vriend Eddie Walikwisha. Ja. Blij zeker, Bob. Hey, we zijn er toch weg. Ja. Ik zal even het vol praten, terwijl dan Bob zijn vals gebied terugzoekt. Ik heb mezelf in het verleden al wat negatief uitgelaten over Balikwisha in de podcast, dat ik die heel matig vind spelen. Maar ik vond wel tegen Drita dat hij goed inviel. Vandaag... Enfin, we zijn al aan het evalueren.
Ja, ik ben erelid, denk ik, van de Koshimiyoshi fanclub. Dus die moet ik erin. En ik ben, ja, ik zie Benson wel graag bezig. Dus ik had eerder die twee verwacht of gezet. Ja. En dan, tenslotte, de Frey. De Frey, dus niet de miljoenen aankoop. Ja, dat was ja, vrij verrassend. Ja, toch? Ja. Maar uiteindelijk, dit is zijn domein. Hè. De Jupiler Pro League is van de Frey. Ja, en is er vorig jaar ook een knappe goal, herinner ik mij, gestart tegen KV Mechelen. Ja. Nu een nog knappere goal, denk ik. Maar inderdaad, ik vind het ook niet onlogisch dat je wisselt van spits met die Europese periode, dat je ze alle twee kansen geeft. Ze hebben alle twee hun eigen kwaliteiten, maar... Ja. Nee. Ik heb vorig jaar veel gevoeterd op Frey, maar dan ook geleerd van dat niet te doen, want hij kan zomaar scoren. Ja. Ja, ik zie dat de entree van Vines ook een beetje in dat kader van... Ja. Krasniqi of Krasniqi heeft dat degelijk gedaan tegen Drita. Maar voor hem dan, als jonge gast, moet hem niet helemaal oprennen met TNB van het seizoen. De Vines erin. Het is een goede afwisseling, denk ik. Dus we moeten ook nog niet dramatisch doen over Frey in de plaats van Jansen. Er zijn nog veel matches te spelen in juli en augustus. Dus we gaan al bij hun kansen nog krijgen. Hè. Gerkes behield het vertrouwen. Dat is... wel verrassend, weliswaar misschien op een andere positie, denk ik. Goed voor de jongen. Hè? Maar ik denk, is de conclusie daar niet een beetje van... We zijn nog op zoek naar een team? Absoluut. Als club? Niet alleen een team, denk ik ook. Een type grote, sterke box-to-box naast Youssouf. En Gerkes, ik ben fan van Gerkes. Altijd vol ervoor gaan en handig voor in je ploeg te hebben... Maar ik denk niet als basismateriaal dat ons heel ver gaat brengen, denk ik. Ja. Allee, was niet slecht vandaag, hè? Daar niet van. Maar nu te zeggen... Nou. Wat mij opviel in de match, is dat Pacho heel goed begonnen aan de wedstrijd, vond ik. En dat hij heel snel is. Toch verrassend snel voor iemand met zijn postuur, Bob, als... perfecte inschatter van mensen, hun snelheid. Dat is de pijl van Essen. De menselijke kilometriek of zo. Dat is me niet specifiek opgevallen of zo, maar langs de andere kant, om in de verdediging van Antwerpen, en zeker centraal, rap te zijn. We zijn de laatste jaren nogal voorzien geweest van locomotieven die zo eerst aangezwingeld moesten worden, met een stang vooraan. Mustafa Sal. Ja, van deze stank kon de beter rap. maar Desolay, geen rappe. Almeida, niet al te rap. Alderweireld, denk ik, ook niet meer de snelheid die hij 10 jaar geleden had. Ik weet niet of hij die 10 jaar geleden überhaupt had. Zo'n atleet van, Wout is hem 20. Het zou er nog aan moeten mankeren dat hij nieuwe snelheid heeft. Nee, maar weet hoe dat hem redelijk groot is, maar ook dat hem stevig gebouwd is. Niet dik bedoel ik, maar voordat ik daar weer over mijn dak krijg. Geen fat shaming deze keer, maar qua carrière, die pakt wel 95 kilo mee, denk ik. Nee, dat is waar. Het is een beetje sick, niet light, maar... Ja, light zou ik niet. Ja, light durf ik niet te zeggen. Niet sick van een Aldi, maar sick van een Albert Heijn. Zoiets. Ja, zoiets. Goeie vergelijking, ja. Wat mij ook opviel, is dat Mechelen redelijk snel met lange ballen begon te gooien richting Ngoy, de nieuwe snelle spits dat ze daar hebben rondlopen. En ook richting Schvet, om Fiennes te ambeteren. En dan dacht ik, oké, en wij gaan er nu voetballend uitkomen. Maar dat hebben we ook niet gezien, Duncan, in de eerste helft. Nee, we deden eigenlijk exact hetzelfde. Hè. Ja. Wij moesten ook vertrouwen op Tobi's en lange ballen, die wel heel goed zijn. Een beetje hoed vibes. Maar ik had ook wel verwacht dat we uit de combinatie opbouwen toch wel iets meer zouden kunnen brengen. Mm-hmm. Het is nog vroeg in het seizoen, er moet dan nog automatisme komen, maar dat kwam er nog niet echt uit. Nee, het is echt de ruimte achter de verdediging zoeken telkens en hopen op het beste. Die twee snelle flanken proberen te benutten bij ons, maar die gaven ook niet echt thuis vandaag, vond ik. Nee.
Sorry Bob voor de Koji fanclub, maar het is toch al twee dat... match op vrijdag. Ik vond het wel beter. Ik vond het wel iets beter bij, bij Koji. Ik ken zo. Het is een vierde seizoen intussen. Ja, voilà, ik heb het meeste gevoeterd op Miyoshi vandaag. Thuis, snap ik. In de zetel. Gewoon de hoeveelheid balverlies, terwijl het niet onder druk staat, bij Miyoshi, is schrijnend. Terwijl dat een van onze meest balvaste spelers zou moeten zijn. Technisch beste, absoluut. Voilà, hij heeft er het profiel voor. Maar de keren dat hij gewoon een bal kwijtspeelt op 2 meter van zijn tegenstander, is belachelijk. En dat gaat niet. Maar op het niveau dat we willen bereiken. En dat is niks tegen de persoon, Yoshi, die ongetwijfeld een geweldig goed karakter heeft. Maar het is te weinig. Als je het nu niet kunt brengen tegen Drita, tegen Mechelen, in het begin van de competitie weer, sorry, dan zie ik het weer niet goed komen dit jaar. Toch niet meer als een invallersrol voor mij. Is dat ik je gelijk moet geven? Ja. Wat jij, Bob? Ja, ik... Ergens diep van binnen weet ik wel dat jullie gelijk hebben, maar die jaarlijkse barbecue van de Koji Miyoshi fanclub en de fanreis, dat is... De sushi barbecue. Ja, dat is in orde. Hè. Dus, de sushi barbecue, dat is echt een contract. Ja. En dan zullen we een uitstap naar Madura Dam en dan gaan we Yoshi zo zien wat een Eiffeltoren er eigenlijk echt uitziet. Enfin. Goed. Wat hebben we nog gezien? Een vrije trap van de Raja op de deklat. Een paar stevige fouten van Mechelen, die lang hebben mogen proberen geel te krijgen, zonder geel te krijgen, als ik het zo mag samenvatten, Bob. Er waren een paar interventies. Ik denk aan Ngoy op Pacho. Ik denk Van Lerbergen. Niet de fout waar hij geel krijgt, maar daarvoor nog. Ja, het heeft lang geduurd, vond ik. Ik denk dat een half uur... 23 minuten. Maar voordien had ze al een stuk of 4, 5 stevige fouten begaan. Dat, en wij niet. No. Wij zijn koorknaapjes. Altijd geweest. Ja. Het is zo, en ik kan er ook verder geen verklaring voor hebben. Was misschien Lambrechts was zeker, arbiter, die dacht van ja, als ik nu geel begin te trekken, dan trek ik die wedstrijd in een bepaalde plooi. Maar ja, natuurlijk, door de geel niet te trekken, trekt hij de wedstrijd ook naar een bepaalde richting uit. En vooral, ik herinner me die fout van Ngoy, dat was toch, langs achter, maar dat was toch echt zo stampen om te stampen zo, op die enkel. Er was dan niet echt een reden voor zo'n tackle te smijten. Dat had altijd geel moeten zijn voor mij. Wat weten we nog allemaal? De 0-1, hè? Even bloemetjes richting onze technisch weinig begaafde spits. Hè? Zo wordt hem dan toch genoemd, Duncan. Ik heb tegen mijn vrouw en dochter van 4 jaar gezegd van dat is dus kei moeilijk wat jij daar gedaan heeft. die kunnen dat niet inschatten. Maar het feit dat hij met zijn slechte voet die een bal die toch met enige snelheid aankomt, dood kan leggen. Ja, en dan nog eens met zijn slechte voet wegkappen. Propers, hè? Ja, zouden we nu zo eigenlijk dat fragment van u, Thomas, van 1 of 2 geleden, toen dat hem naar ons kwam, toen dat jij die zo moet afmaken waard... Ja, op Titanic-muziek zetten. Ja, want dat was toch maar ene van Waasland-Beveren. Ik heb iets gezegd in de nacht van ik ben zo blij dat zo'n spitsen niet meer bij ons rondlopen, want vroeger hadden wij die Lukanovic en andere figuren Lauvic, die wel hard proberen, maar waar je niks mee zei. Zoiets in de nacht heb ik gezegd. En dat is dus helemaal onterecht. Dat weet ik nu ook wel. Ik ben blij dat er mensen om de kop rondlopen met meer verstand van voetbal dan ik. Het was, laat ons niet met bloemetjes gooien, maar met heel de bloemenkees en heel de ruikers en boeketten, want dat was onwaarschijnlijk. Vooral omdat je moet die bal juist inschatten, want je moet er tussen 3 verdedigers of tussen 2 verdedigers moeten daar wel staan en dan inderdaad die bal met een slechte voet controleren, die goed liggen voor u, dan nog kappen met een slechte voet, waar je 3 man in de wind zit, en dan die een bal redelijk in de pin jassen. Ja, redelijk straf van onze
over het algemeen niet fijnbesnaarde spits. Ja, dus vrij naar het WK. Hè. Gaat Zwitserland naar het WK? Denk zeker. Ik ken het al van buiten. Voilà. Ja. Vrij wordt de eerste spits voor Zwitserland op in Qatar. Hè. En dan tegen Nederland misschien? Tegen Jansen. En de pas van Alderweireld, is dat... Dat is toch deel van de reden waarom we hem gehaald hebben, denk ik, hè, Duncan? Ja, maar ik zeg, zo passen mag hem 10 keer op een match geven en zal hem moeten blijven geven, maar het mag niet plan A zijn voor mijn part. Nee, dat klopt. En dat was de eerste helft wel wat te veel het geval. Het was enkel dat waar dat gevaar uitkwam. Ja. Maar absoluut, dat is een van de redenen waarom dat hem rechts 5 miljoen per jaar verdient. Even vergeten. Doen we een slag naar. Ja. Nee, top. Hè. En Frey, ja. Ik denk dat we er allemaal wel op voeteren, een paar keer op een match. Maar ik heb nou Beerschot gezegd, voor mij is dat gedaan, ik voeter er niet meer op, want je weet wat dat hem kan doen. Mm-hmm. En ja, dit is zo een van die momentjes. Hè. Ja. We mogen ook niet wegsteken dat Mechelen ook gevaarlijk is geweest, al in de eerste minuten. Bal op de paal, die counterde ook redelijk scherp, moet ik zeggen. Daarover, over die counter van Ngoi, ja. Waarbij dat Youssouf blijft liggen. Ik kreeg van mijn broer een sms dat je een tand zag vliegen bij hem. Heeft dat nog iemand dat gezien? Ik heb dat niet gezien, maar... Ik ook niet. Ja, mijn dochter was dus aan het meekijken, dus dat zijn geen dingen waar ik per se op focus. Okay. Nee, ik heb het nog niet gelezen, maar hij zei vrij duidelijk. Ik heb het nog niet kunnen herbekijken, maar... Het zag wel heel pijnlijk. Het was echt zo'n volle beweging. Die gespierde beer van een kooi. Als jij dan met zijn elm bij je smikkel ramt. Jij niet gezien, Bob? Nee, dus die heeft nu een tand minder. Dus vanaf nu moeten wij zo Youssouf zeggen. Youssouf is al de 6. Al-Hassan Youssouf. Al-Hassan Youssouf is al de 6. We hebben gespeeld tegen de kakkers. Ik denk, jongen, hij heeft weer veel lappen gehad vandaag. En niet per se alleen in zijn gezicht, maar die valt wordt getakkeld. En dat is wellicht omdat hij net een voetje sneller is dan anderen. En daardoor dus het volle gewicht van zo'n speler meekrijgt. Maar ik vind dat wel opvallend. Tegen Drita vond ik dat ook. Tegen Kiev zelfs, in een oefenmatch, heeft hij dan een keer of drie echt van langs gekregen. Ik vind dat als arbiters... ik hoor al wel eens trainers zeggen van onze creatieve spelers die moeten meer beschermd worden door de arbiters en dit en dat. Onze Youssouf moet meer beschermd worden, ja. Die krijgt er serieus van langs. Duncan, dat kan niet meer. Nee, het is een regelrechte schande, Thomas. Oh. Nee, maar het is ook wel een speler die dat... het duel vaak opzoekt en ook wel zijn rol is van te bikkelen en ballen af te pakken. Maar inderdaad, krijgt wel serieus wat trekken. Dat gezegd zijnde, denk ik dat op het eind van het seizoen onze beste... dat hij voor veel geld gaat verkocht worden, denk ik. Mm. Als hij zich zo blijft ontwikkelen en er komt nog een goede speler naast, dan gaan we er nog heel veel plezier van hebben en heel veel geld in het laadje krijgen, denk ik. Zou het kunnen? Ja, ik ook. Dat gezegd zijn, wij hebben vlot gecounterd, redelijk kort na die 0-1, met 10 man, want onze vriend Vines lag aan de kant, ook met bloed op zijn kop. Het was een slagveld achter de kazerne. Dan lange pas van Radja naar Miyoshi. Miyoshi steekt te laat weg. Te laat wordt neergehaald door Van Lerbergen, denk ik. Dries Wouters. Toen was ik nog op snelheid 2 aan het kijken. Van Lerbergen was die fout op Balikwisha, waar die vrije trap van Engeland. Dus de laat versiert de penalty op terecht, denk ik. Buffelt hem onderuit. Denk het ook. Maar hij komt gewoon te laat. Voilà. Maar Miyoshi, ik heb daarnet wel zo mezelf hier geprofileerd als fan, maar die doet dat wel niet goed. Want die kon echt zo Gerkens... Die krijgt een bal van Nainggolan, die draait gewoon open. Dan heeft hij al een tijd en ruimte. En Gerkens gaat gewoon het straatje in en hij taffelt dan zo wat. Waardoor hij dan toch nog De Laat kan aanspelen. En het is eigenlijk omdat een bal van De Laat wat te ver is, dat Wouters die penalty maakt op zich goed, maar dat het eigenlijk altijd gewoon die had Poenie voor Koeken moeten zetten. Mm-hmm. Poenie is dus de bijnaam van... Van Gerkens. Ja, je bewijst ons punt, hè, Bob. Bedankt. Ja, ik weet het. Alleszins, dat is dan
de pre-halve assist voor Miyoshi. Sommige mensen rekenen een afgedwongen penalty als assist. Wij doen dat natuurlijk niet. Maar alleszins, dat laat dit een afgedwongen vrij achter een bal. Duncan, wat gaat er door je hoofd als de vrij zich klaar zit om een penalty te nemen? Veel behalve goede gedachten, denk ik. Nee, ik snap dat niet. Blijkbaar heeft hem zelf aan Raja gevraagd om te nemen. En Raja heeft dat toegestaan. Lees ik in een interview met Raja. Okay. Raja is onze nummer 1. Ja, en Frey vroeg aan Raja, ik wil hem nemen. En Raja zei, spits in vorm, dat heb ik graag, dus ik heb dat toegestaan. Okay. En Van Bommel heeft er ook geen punt van gemaakt achteraf, omdat hem binnen zat natuurlijk, maar ja. Hij was toch weer niet goed gegeven. Hè. Chance dat het keihard was, maar zo op halve hoogte, in het midden. Ja, en als dat 2 centimeter lager is, dan, voilà. Allez, dan mag dat zwart zijn als je wilt, maar dan botst hij gewoon weg op de koeken. Hè. En dan moet je tegen het ziekenhuis waarschijnlijk. Maar... Hey, het is vorig jaar zelfs dat hij is aangehaald door Verstraeten dat het geen goede penaltynemer is, Frey. En nu nog altijd, ja, kijk. Vorig jaar had hij er, denk ik, 5 genomen of zoiets, en dan 3 in eerste instantie gemist en dan nog in de rebound gescoord. Ik denk dat dat ongeveer de statistiek is. Het zal niet ver af zitten. Je kunt de compilatie van de doelpunten van vorig seizoen van Antwerpen, alleen de Antwerpen doelpunten, op de YouTube van Antwerpen bekijken. Ik heb dat vorige week of twee weken geleden gedaan, uit anticipatie naar het nieuwe seizoen. En dan valt dat heel hard op, want dan zit dat kort op elkaar natuurlijk. Al die gemiste penalties, allemaal exact hetzelfde, zo op halve hoogte. Maar een halve meter naast de keeper. En dan nog binnenwerken. Nu was het weer bijna van dat. Bob, de Hans is daar heel cynisch in en hij zegt, hij hangt, dus dat is een goede penalty. Waar sta jij? Ik zit in Camp Duncan. Dat gaat een paar keer goed gaan en dat gaat veel meer keren fout gaan. Ja. Het geluk is nu toch echt op voor vrije penalty. Ja, ja. Mocht hij nu... Ja, je kiest normaal gezien toch een speler. À la vroeger Rafailov, dat je van zeker wist. Hij trapt er 10 en 9,5 zitten binnen. Mm-hmm. En bij Vrijst, hij trapt er 10 en 4,5 zijn sowieso binnen. En dan zijn er zo een paar half zijn gat. En dan... Dus ja, nee, laat Raja of weet ik het. Misschien een Tobi of in een andere wereld. Of een Balikwisha. Ik weet het niet, maar moet er iemand zijn dat beter kan? Wauw, geweldig. Wauw, chef. Maar ik snap het niet. Oké, ja, nee. Wij zijn unaniem akkoord. Maar Frey is nu weer opschitter van de Jupiler Pro League met 2 goals. We nemen op terwijl er nog een match gespeeld aan het worden is. Skovalsen heeft er ook wel 2. Ik wilde prettig. Ja, natuurlijk. Ja, maar okay. Gedeeld topschitter. Okay. Zo noemen we dat. Hè. Welke match is er nu bezig? Westerlo tegen Westerlo. Ja. Dus daar kan misschien nog een topschitter uitkomen. Maar dat is toch wel lekker hè, voor de Frey, die dan zo'n een concurrentie binnengehaald worden voor miljoenen en miljoenen, waar hij gaat zitten volstaan. Een meneer. En die het eigenlijk, en die het ook eigenlijk bij zijn invalbeurt niet super heeft gedaan of zo. Nee, een beetje ongelukkig. Ja, hij werd ook niet gediend door de opstelling. Want ik vond dat 2 hele vreemde wissels. Dus Miyoshi gaat eraf over Straeten en Frey gaat eraf voor Jansen. En denk ik van, wacht, dus gehaald. Van Bommel heeft gezegd, we gaan het van achter dicht zitten of is dan Verstraeten hoger gaan staan? Dat heb ik nu niet helemaal gezien. Het leek op een gigantische trechter op het veld. En dan zo Jansen die zo... Ja, dus Jansen stond wel redelijk op een eiland. Maar ja, gehaald hij dan toch omdat dan een balvaste spits is die andere spelers kan laten bijsluiten. Maar dat kwam er vandaag gewoon niet uit. Want hij heeft heel veel balverlies verleden, Jansen. Dus. Mm. Nou... Het was niet al te best te Frey en nog wel een goede kans eigenlijk de nek omgevrongen. Een actie over rechts van Miyoshi, die dan goed afspeelt naar Frey. Hè. Voilà, we zeggen dat het ook als het goed is. Had gelijk moeten schieten, denk ik. Ja, en je ziet hem dan twijfelen van, zou ik met links of toch met rechts? En dan uiteindelijk recht op de verdediger. En denk dat Gerkes ook nog naast... Nee, Raja ook nog naast hem liep, voor dat hem ook makkelijk aan het kunnen afgeven. Dus dat waren slechte punten voor Frey. Maar voor de rest, ja, kijk. Nainggolan, ik vond hem niet zo zichtbaar in de match. Maar de ballen dat hem... Allez, kijk, ik zei dat straks al bij de
0-2 vertrok die pas van Nainggolan, die dan naar Miyoshi. En hij heeft dat in de tweede helft ook nog gedaan, dat hem Gerkes aanspeelt met de, die dan kopt, niet naast. Der, allez, dan zie je wel de waarde van Nainggolan, dat hij meer dan andere spelers op het veld een bal perfect kan leggen als hem het wilt, hè, Duncan? Ja, hij ziet perfect wie dat er loopt en de looplijnen maakt. Maar dan kom ik terug bij mijn punt van de flanken die zijn voor mij part onvoldoende om dat als basis te gebruiken. Want als je flanken hebt die veel meer die looplijnen, die loopacties maken of gewoon meer kwaliteit aan de bal hebben, mm-hmm. Ja, dan gaat Raja ook nog beter tot zijn recht komen, denk ik, voordat hem die ballen kan afgeven. Ja. Dus dat is wat kip en ei, maar ik vond het zeker niet slecht van Raja. We verwachten er allemaal misschien net iets te veel van. Mm-hmm. Maar ik vond het heet tot goed vandaag. Zonder meer. Ja. Speelde je wel eens op... Ai, nu klink ik echt gelijk een kind uit de 80's, maar speelde je wel eens op flipperkasten nog? Je zo halverwege een flipperkast en zo van die extra dingen die ten bal zo ineens snelheid geven. Weet je wat ik bedoel? Zo halverwege de kast en die zo ineens van... Dat is Nainggolan. Die kan zo'n bal ineens vanuit een draai snelheid geven en diepte geven. Dat is een vreemde vergelijking, maar ik wil maar zeggen, dat is wel wat we zeggen van we hebben wel een team nodig die dat spel zo kan verdelen en iemand diep sturen, dat kan die wel. Veel meer dan een Gerkes eigenlijk. Een Gerkes is goed voor de gaten dicht te lopen, op, in de hoeken te duiken en tussen de linies op te duiken. Maar Nainggolan staat er wel en dan zorgt iedere keer wel zo vanuit een halve draai, in één tijd, boem, die een bal verleggen, dat spel verleggen. Dus op dat gebied snap ik het wel dat je hem op de 10 zet, maar... De 6 en de 8 erachter moeten wel fameus uit hun pijp komen om al die gaten die dat hij laat dicht te lopen. Nou, hij wilde op een 10 staan, dus op een 10 zal hem staan. Mechelen, die hebben ook nogal wat degelijke kansen gehad. Die kwamen meer en meer aandringen. Wij houden de 0, dus dat is het positieve, denk ik, dat we moeten onthouden. Ik denk dat de... Allee, ik zal het in een vraagvorm doen, Duncan. Vind je dat de verdedigende wissels geloond hebben? Heeft Van Bommel gelijk gehad dat hem dan Almeida nog inbracht? Ik snap dat wel, dat als je wel in de verdrukking bent, zoals wij, nu niet dat Mechelen kans op kans had, maar dat je het van achter voor zekerheid kiest met 0-20, met 10 minuten kwartier te gaan, dat snap ik wel. Door Almeida en dan die was een 5-3-2 te gaan. Mm-hmm. Met Bataille dan ook op rechts. Ik vind dat logisch dat je dat doet. Van Bommel heeft dat gezegd, resultaat is heilig. Los van het mooie, attractieve voetbal dat hij wil brengen, als het moet, dan timmert het dicht. Alleen was het wel net iets te veel van dat in de tweede helft. In plaats van dan nog zelf proberen voetballend uit te komen, was het net iets te veel dicht timmeren. Maar bon, onder Bleuny was het van hetzelfde. Hè, dus ik heb daar geen probleem mee. Alright, Bob, ziet jij graag een spits die de bal wint op het middenveld? Dat is de vraag. Zie ik graag een spits die de bal wint op het middenveld? Ja, recupereert. Ja. Een stevige sliding tackle op een verdwaasde middenvelder. Hup, weg met de bal. Zie jij graag een spits die dan beslist om gewoon te shotten, ook als het hem 75 meter van de goal? Als dat realistisch is, wel ja. Maar als dat zo lullig gepakt wordt door de keeper die amper moet springen, dan is dat een beetje stoem. Hij had zo'n Higita Scorpion Kick kunnen doen, denk ik, Koeken. Want hij had er al een tijd voor. Weet je wat ik bedoel, Bob? Kind van de 80's. Ja. Domen van Colombia met die, neerhangende afro. Ik ben helemaal mee. Ik vind dat op zich wel... Die wil zich dan tonen, hè? Dus die denkt van, fuck it. Hangt hem, des te beter. Ja. Hangt hem niet. Door een doel. Ik had het hem wel gegund, zo daar niet van. Dan, dan werd het pas interessant. Vrij met 2 goals, Jansen met een goal die de wereld rondgaat. Dat zijn ook zo van die acties die dat je doet in de 85e minuut. Na een kwartier doe je dat niet, hè. Ik hoop het. Ik ken zo één bepaalde speler die dat ook zou durven in minuut 7, maar ik ga zijn naam niet vermelden, anders moet ik een pintje betalen aan Dylan van der Rooij. Dat is waar. Dus dat gaan we niet doen. Goed, ja.
Pom. Ik denk dat we het een beetje gehad hebben qua sportieve vermeldenswaardige zaken. Kun je nog iets bedenken? Wat ik nog had gezien op de televisie, wij drieën zijn niet naar het stadion geweest, dus we hebben al drie dezelfde beelden gekregen. Frey werd gewisseld, ging dan langs het Antwerpvak naar de kleedkamer, deed hij nou zo'n teken van, en ik leg het uit aan de luisteraar, zo handen gekruist en dan breed en dan gekruist en dan breed, om te zeggen van, ik stop ermee. Van, het was mijn laatste match of zo. Ik kreeg zo even die vibe. Want die werd luid bejubeld terecht door het uitvak. Ik heb dat niet gezien. Ik zeg even zo'n beweging van, stop ermee, gast, want het was genoeg. Of zo. Ik vond het raar. Allemaal niet gezien? Nee, of nee. Je was misschien al een pizza kunnen bestellen. Zo. Een pizza. Is dat een pizza? Ik weet dat niet, joh. Ja, ik verwacht niet dat die weggaat, Frey. Ik heb ons wel opgevangen dat bij een goed bod hij weg mag, maar ik weet ook niet in hoeverre wat een goed bod is. 28 en, miljoen? Ja, dan doe ik hem samen met de ketelaar. De ketelaar was niet aan het opschutterstand, hè? Allee, ik wil maar iets zeggen. Noah Lang, niet gezien. Correct. Ja, maar langs de andere kant, dan heb je enkel nog Emega, die nog niet heeft echt kunnen tonen wat hij wel of niet kan. En dan, wie hebben we dan nog vooraan? Dus, ik bedoel... Janssen. Eggestein? Die is weg. Eggestein is ook weg. Oh, we hebben er nog wat in voor de liefhebbers. Wie hebben we nog vooraan? Wij hebben nog een Simba in de bekeren. Simba in de bekeren, maar... DLZ... Dat is een half pintje. Ook al een vrij pintje. Nee, maar dat is qua echt spelers dat je in de punt kunt zetten. Hebben we momenteel Frey, Janssen en Emega. Ja. Nee, maar als... En Fanny Saroen, want jij kan alles. Ja, en Sek. En Villa blijkbaar ook, hè? Als je de aankondiging las. Ja, die daar gaan we het direct over hebben. We zullen het er ineens over hebben anders. De Gaston. De Gaston is er. De Janssen en de Gaston. Ja. Ze zijn een appartementje aan het zoeken in de trams aan het laaien. In Schoten. Maar dat is eigenlijk in Mariksen. Dat weten wij allemaal. Getekend voor 5 jaar. De Navila. Er heerst nog een beetje een mysterie over wat precies zijn positie is. De club heeft dat goed opgelost door te zeggen polyvalente linksvoetige verdediger. Einde discussie. Die ook op het middenveld kan spelen. Ja, dus. En keeper is geweest. En hij heeft 5 goals in 7 matchen gemaakt. Dus wat kan die mens niet? Maar vooral, is het eerder een linksback of eerder een centrale verdediger? Bob, als je moet willen nu, als je zo een ding moet zetten van voor 2 pintjes of 2 fristies, wat je graag drinkt. Gaan we hem op de linksback zien of gewoon centraal? Linksback. Oké. Okay. Ja, het zal Alderweireld al macho worden. Hij is van de twee. En dan de Gaston. Links. Daarnaast, denk ik. Ah, met 3? Nee. En dan de Richie. Oké. Okay. Die vernoemde zelfs niet, want dat is een zekerheidje. Zo, het is dat. Dat is ook... Dan heb je wel 2 linkse poten, natuurlijk. Maar die mop is ondertussen zo'n waard. Klopt, oké. Okay. Duncan, wilde jij misschien chaperon spelen? Want we hebben nu 3 jonge Zuid-Amerikanen van rond de 20 jaar in de kern met Pacho Almacho, met Valencia en Avila. Er is een klein risico ook, dat die gewoon feesten in de stad. Duncan, wat denk je? Ik denk dat ook. Misschien de Portugese gemeenschap is nou al groot. Nee, die spreken geen Portugees, zeker. Die spreken het zijn allemaal Spanjaarden. Goh, ja. Je doet nog Almeida als Portugees. Die zullen wij samen met Raja een stapje gaan zetten, zeker. En dat mag voor mij apart, hè. Alleen als hij een dag voor de match is. Ja. Maar ik denk nu wel dat ze er kort genoeg gaan opzitten. Hè. Allee. Dat zijn jonge gasten, die zullen wel eens gaan feesten. Maar ik heb er wel al vertrouwen in. Die een Almacho ziet er mij nu ook niet de meest grootste feestbeest uit. Dus. Ja. Maar de Navila ziet er wel een beetje een ruig type uit. Hè? Bob, het is een tattoos geteld. En, belangrijke vraag, kan er nog een kathedraal tussen? Want dan hebben we er nog eentje bij. Dat heb ik niet gezien op zijn arm. Ik heb wel gezien, op zijn buik staat een of andere voetballer geportretteerd.
het portret van ik veronderstel van een shotter. En ik zou willen van weten... Leo van der Elst of zo. Leo Messi. Ja. Ja, ja. Of Hugo Broos. Of, dat is echt zo'n totaal random. Dat is voor een weddenschap. Hugo Broos. Nee, het is zo... Het is, hoe heet dan onze... De Nadelaar? Ardaïs. Hè? Dat was ja. Ook zo wat geblondeerd haar en zo wat... Te veel oorbellen en tattoos. Ja. Zijn bijnaam was de Adelaar inderdaad, maar in de club werd het gewoon het keken genoemd. Dat was een keken. Ja, maar... ja, ik heb die enkel een paar keer op stage in Spanje meegemaakt. En dat was dan een hele stille jongen. Die, maar misschien inderdaad was dat een keken. Ja, ik heb een paar filmpjes gezien van onze Gaston. En ik weet, met die filmpjes kun je iedereen een wereldvoetballer maken. Maar daar zit, ik denk wel dat dat zo een is waar je af en toe tegen moet roepen. Tranquilo. Gaston, ja. Tranquilo. Stop. Want die vliegt er wel in. Amai, dat is, ja. Dat is een pitbulletje. Dus ja, ik verwacht er wel het een en het ander van. Maar hoe lang gaat dat duren tegen dat die ingewerkt, die ISO ingewerkt... Mm-hmm. Dat je niet hebt gelatine in de pudding, maar... ja, ik ben wel benieuwd. Als zo Zuid-Amerikanen een filmpje van een verdediger, een compilatiefilmpje van een verdediger maken, dan zetten die daar gewoon dofjes vliegende tackles in. Dat zegt ook wel genoeg over de voetbalcultuur. Hier... Dit ja, moeten zien. Ik denk dat die wel gele kaarten gaan verzamelen. Moest we staat nog een basisplaats hebben, ik denk dat ze om het eerst om 10 zouden zitten, denk ik. Maar... Wedstrijdje. Boys, we zijn meteen naar plaats 4 gecatapulteerd in de Jupiler Pro League. Er moet dus nog een match gespeeld worden. Dus dat kan nog... Play-off 1 is binnen, hè? Ja, voilà. We zijn op koers, hè, Bob. Zitten wij play-off 1, is dat nu met 4 of met 6? Ik dacht kijk extra naar Duncan. Ik dacht met 6. Meestal ik kijk ook even rondom mij. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet meer zeker. Ik dacht dat het nu terug met 6 was. Wel met halvering van de punten dus. Dus de ruimschoots in play-off 1. Easy peasy. Dus dat is op zich goed nieuws. Waren er matchen, heb je al nog matchen gezien, behalve de onze, dit weekend? Een stukje van Club Genk. Onder de indruk van een bepaalde ploeg deze speeldag? Of tegenvallers gezien? Union speelt 1-1 op Sint-Truiden. Nee, bro. Je kunt er allemaal weinig van zeggen. Hè. Die kern ik vind dat wij echt heel snelle conclusies moeten nemen. Club Brugge kampioen, wij tweede. Kom, en dat is allemaal zeker al. Nee, je kunt er allemaal weinig van zeggen. Die kern gaan nog veranderen. In oktober ga je echt kunnen zien... Wie dat waar staat. Ik krijg er allemaal geen. Gewoon zorg dat je mee bent met de trein. Je kunt toch altijd wel zo zeggen, na speeldag 4 of 5 beginnen toch zo wel wat trends te merken van. Als je, de ploegen die onderaan staan na de 5e speeldag blijven daar meestal. Degenen die bovenaan staan blijven er meestal ook draaien. Dus na 1 competitieweekend ga ik niks van de conclusies doen, maar. Ik denk wel dat we binnen een aantal weken wel wat meer gaan hebben. Gaan weten. Vanaf de interlandbreak begin september. Misschien, ja. Goed, we moeten nu al terug aan de bak. De donderdag, denk ik even, zonder het opgezocht te hebben. Het is donderdag? Donderdag. 8 of 9 uur, ik weet niet. Er is zo even veel sprake geweest over, het is misschien dinsdag en misschien woensdag, omdat er nog Kosovaarse ploegen allemaal in hetzelfde stadion moeten spelen, blijkbaar. Het is dus donderdag, voilà. Maar ik mag het hopen, anders zitten wij woensdag echt voor debielen op een vliegtuig als die match op dinsdag is. Dat is een feit. Ja. Jij gaat dus wij zijn niet, Bob, want wij mogen niet gaan. Hè? Nee, maar er zijn vogeltjes die hebben ons ingefluisterd dat er tickets te bemachtigen zijn en we hebben waarschijnlijk tickets. Dus we zijn met 4 kapoenen die op de vlieger stappen woensdag. En dan... het Kosovaarse, hoe heet dat stadje daar? Pristina. Het is in Pristina te doen, of okay. Het is niet dat is waar. Je moet niet naar Gieta, voor je het daar. Gielan. Nee, in Pristina. Okay. Goed, de politie luistert niet mee, hoop ik. En binnenlandse zaken ook niet.
Dus dat gaat vlotjes gaan. Wat verwachten we? En vooral wie verwachten we, Duncan? Wetende wat jij vandaag weet, namelijk dat Michael Frey een betrouwbaar doelpuntenmaker is, dat de verdediging de nul heeft gehouden. Ik verwacht eigenlijk niet al te veel veranderingen. Misschien enkel Benson in plaats van Balikwisha of Miyoshi. Maar ik denk nu wel dat hem Frey gaat laten staan. Ook centraal van achter denk ik dat met Pacho zal blijven. Mm-hmm. Ik zie hem eigenlijk niet veel veranderen. En donderdagavond ga ik er grandioos naast zitten waarschijnlijk. Maar nee, ik zie hem niet veel veranderen. Oké. Okay. Jij wel, Bob? Ik denk dat Jansen gaat spelen. Maar vraag me niet waarom. Onder dus welk gevoel. Ik zal het even overlopen. Buté in de goal. Dan van rechts naar links. De Laat, Pacho, Alderweireld, Fiennes. Of toch terug Krasniqi als onze Kosovaarse gids in Pristina. Die jij stond. De stonden is er nog niet op de lijst. Hè? Niet mogen, denk ik. Spijtig. Dat kan een sketch zijn. Gaston staat binnen bij de teammanager. Waarom mag ik niet spelen? Dat kan niet. Juist. Dat kan niet. Mannen, zoek die sketch op YouTube. Dat is heerlijk. Dus, laat ons zeggen, Vines. Nee, op linksback. Gerkes, Youssouf, Nainggolan dan? Nainggolan op een 10? Ja, ik zeg... Want, ik kan me niet inbeelden dat Drita nu ineens op een deur zijn en aanvallen. Dat je weer terug een laag blok zijn met weinig ruimte. En dan zit je met Gerkes op die 10 toch bijzonder weinig, vind ik. Gerkes moet ruimte hebben, moet gaten hebben. Dus dan zit je daar niks mee. Dus dan kunnen beter een rij achteruit trekken. Dat hem nog wat snelheid heeft op middenveld voor counters eruit te halen. Ah wel, maar zouden we dan durven spelen met Verstraeten, Youssouf, Nainggolan? Om die counters toch... Ja, dat is mij ook goed. Ja. Zo zou ik nog durven spelen. Maar ik heb de indruk dat Verstraeten ook niet in de bovenste schuif ligt van de coach. Maar bon. Nee. Dat kan best. Ik heb nog een wildcard voor die positie van Gerkes dan. Vermeer. Gewoon doen. Al is hij 12 jaar, ik weet het niet. 16, 17. Dan mooi hem niet. Als je de heenmatch 3-4-0 had gewonnen, wel. Nu niet. Dan mooi die jongen niet aandoen, vind ik. Je lijkt wel zo op de jongere broer van Kevin De Bruyne. Dus wie weet, op Sivchenko. Nou, die twee had ik ook, moet ik ook altijd even zo goed zien van wie is nu eigenlijk weer. Maar, ik vind... moet dat niet doen. Maar Scott... Ik vind dat vreemd dat hij zo flanken, weinig... Want ik ben nog niet content geweest van onze flanken. Dus degene die de voorbije 2 matchen hebben gespeeld, of 3 matchen. Dus ik zou nu gaan voor Benson en Valencia en Scott als eerste invaller voor degene die het slechtst presteert. Maar je kan ook alles, Scott, overal. Hey, als je zegt dat Vermeer 12 jaar is, dan is Valencia er 9, denk ik. Die zou net jarig zijn geweest, dus 10. Ja, Felix, ik vind dat op onze flanken moet er echt iets gebeuren. Je kunt wel zeggen van vertrouwen geven en zo, maar sorry, Miyoshi, het gaat niet meer gebeuren met jou. Balikwisha, die wisselt ook echt zeer goede met zeer slechte dingen. Of goede met slechte dingen af. Benson, er weten we dat je aan hebt. En die kan voor verrassingen zorgen. En die kan goed een man voorbij op een goede dag. Valencia, dat weten we nog niet. Maar dus ik kom ervan uit dat hij een 8 op 10 is. en Frey in de punt dan. En voor mij ook een Nainggolan op een 10. Net om die afvallende ballen gewoon allemaal los in de naak te jassen. Bob, 0-6. 6 keer Nainggolan. Ja, met Valencia en Vermeer. Gemiddelde leeftijd 13,5. Ja. Maar als die beenhouders van Dritter er dan hard op ingaan, dan gaat de arbiter kan niet anders dan er medelijden mee te hebben. Dan, hè. Dan denk je van, oh, germe dat mannetje. Och, germe. Ze biedt zijn tand los in zijn brug. Dat is miserie. Hè. Dat is miserie, dat wilde niet. Ah ja, dat is juist die in een beugel. Ja. Heet hij echt een beugel? Het was een compleet random mopje, maar wie weet. Ik dacht dat Valencia een... Of niet, maar wel. Ik begin te twijfelen. Ja. Het zou wel kunnen. Het is sinds wel een buis van biologie en scheikunde op zijn destijds aan. Dus.
En hij wil volgend jaar graag een mountainbike voor zijn plechtige community. Dus, ja. ja. Drita heeft geen match niet meer gespeeld, Duncan, in tegenstelling tot wij. Dus de competitie in de Kosovaarse Superliga is nog niet begonnen. Alleszins, ik heb er toch niks over gevonden. Dat kan aan het ronduit negeren van die competitie liggen. Maar ik denk eerder dat er gewoon nog geen match is gespeeld. Is dat een voordeel of een nadeel voor die mannen? Denk jij van weekske rust of weekske toewerken naar... Ik heb er... Volgens mij wordt dat eerder een nadeel zijn voor die gasten. We hebben nu toch al een beetje matchritme. Het zijn allemaal profvoetballers. Hè. Als ze nu nog geen... de eerste keer donderdag, vrijdag... donderdag, zondag, donderdag kunnen spelen. En al beginnen te klagen van... Moeten rusten. Ja, dan is er wel iets mis, denk ik. Mm-hmm. Automatisme, dat is iets anders. Maar dat je dat fysiek niet kunt opbrengen, dat gaat er bij mij dan niet in. Dat wel bestaat zo is, niet. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Maar je moet wel zien, het gaat ook wel meer dan 30 graden zijn. Hè. Het is wel s'avonds, maar dat gaat ook wel eens een rol spelen. Maar dat was het vandaag toch ook? Ja, het was in de volle zon. Dat is waar. En, maar bon. Oké. Bob, zijn jullie al eens in Pristina geweest? Nee, dat was zo'n beetje, behalve de Antwerp speelt daar, een beetje mijn insteek. Wanneer komt een mens in Kosovo zonder blauw helm op zijn kop? Dus ik dacht van twee vliegen in één klap. En dan bleek er een vriendelijk vogeltje te fluiten met ticketjes en pootjes. Dus, jij leeft echt in een Disney-sprookje, jij. In de Kempen is het een en al Disney en regenbogen en rivieren vol limonade. Dus Duncan, wat verwacht jij? Ja, pronostiekje. 1-3. Moeizaam. Bob. Ja, want dat is een beetje de vraag. Gaan die mannen opnieuw allemaal achter een bal liggen? Ik denk niet zo extreem, maar nog altijd wel... Dat is wel een spel, hè? Ik bedoel, je zegt dat zo duidelijk dat die erop ingesteld worden. Die, wat die kunnen. Ja. Hey. Dat is een goed recht melden. Tuurlijk. Ik verwacht hetzelfde spelbeeld gewoon tegen als in de thuismatch. Maar je gaat toch niet speculeren op penalties vanaf minuut 1. Die hebben een 100ste van ons budget. Welke kans maken die anders? Ik zou dat doen als trainer alleszins. Dat is uw beste kans. Hè? Maar ik denk wel, met al die supporters daarachter, dat die wel automatisch iets meer gaan komen. Mm. Allee, dat lijkt mij logisch. Hè? Maar dat die niet mee met die van voren staan, dat lijkt me duidelijk. Hè? Nou. Bob, pronostiekje? 0-2. Dat is ook moeizaam. Ja. We hebben nu altijd een goal geïncasseerd. Ja. Nee, 3-0-0, Mechelen 0-2. Kampioen. Goed, hè? Los kampioen. Kiev wel, hè? Tegen Kiev niet, hè? Jawel. 2-1, toch? Ja, dat dat was geen officieel match, hè? Ah, voilà. Zie, zo heb ik altijd gelijk. Het was wel een match van de vrede, dus. ik, mijn vriend had net dat ik ook had opgeroepen tot vragen. en misschien is het wel zo beleefd om er een paar uit te ik ben even live hier op Twitter aan het kijken. De Mitchell stelt voor om het loon van Frey en Jansen samen te tellen en per maand te gaan verdelen op basis van de gemaakte goals, Duncan. Niet akkoord. Niet akkoord? Nee, ik ben tegen communisme. Werkte jij op HR misschien? Ah, nee, okay. Volgens Den Dave moeten we het hebben over het blijvend gebrek aan creativiteit. Op, hebben we dat gedaan? Er mag zeker nog creatief talent bij komen, wat mij betreft. Hoewel ik dat dan jammer zou vinden voor Scott, want gaat hij toch binnen als creatief talent, denk ik, voetballend talent op de 8 of op de 10? Ja. En dan laten die bank kluisteren. Beetje vreemd, maar... Ja. Den Dave vraagt zich ook af of dat Van Bommel spijt gaat hebben van het naar de beker aan sturen van Duomo. Duncan... Nee, ik denk dat hij er absoluut geen spijt van heeft. Okay. En het zal van Duomo zelf afhangen of hij daar lang blijft, denk ik.
Nee. All right. Onze vrienden van de Belgian Football Podcast die hadden voor aanvang van de match tegen Mechelen berekend dat de Antwerp al in zijn laatste 20 uitmatchen op rij gescoord heeft. Bob, ons record staat op 25 en dat is in de jaren 30. Dat is bijna 100 jaar geleden. Wilde nu zeggen, daar waren er toen juist niet bij? Of? Nee. Ik wou zeggen, we gaan naar Drita en dus we gaan daar scoren. He, dat is ook een goede match. He. Ik weet niet of die mannen hebben gerekend in termen van de Jupiler Pro League of in het algemeen. In de jaren 30, de Jupiler Pro League. Ja, hoe heet dat toen? Oké, dan gaan we nog even snel verder scrollen. Ja, er is al iemand op Twitter die het heeft over de rare kronkels van Mark van Bommel. Je gelooft het niet. En deze gaat vragen waarom dat we Scott niet te zien krijgen. Ja, dat zijn altijd zo van die dingen. Waarom zien we Scott niet? Waarom is het Womo naar de B-keren? Waarom is Dine, speelt die niet? Waarom speelt die wel? Waarom speelt een Gerkes wel? Ja, wij zien alleen maar matchen. Hè? En wij lezen alleen maar wat journalisten in de kranten schrijven. Dus we zijn er nooit bij in de kleedkamer. We zijn er nooit bij op training. We zijn er nooit bij tactische besprekingen. We zijn er nooit bij... voor en na matchen en wedstrijden. Wat gebeurt er allemaal? Dus dat is altijd zo van die... Wat gebeurt er allemaal? Ja, in theorie moeten zeggen van... Manneke, zo'n Duomo, zo'n talent. Je hebt daar 2 miljoen in geïnvesteerd. Houd die bij. Zorg dat die beter wordt. Maak dat op termijn de spil van je ploeg. Maar ja, voor hetzelfde geld hangt hij het ook echt gewoon uit... speelt hij mij een flair van ik ben er al en mij gaat er niks meer leren. Ja, dan snap ik van Bommel. Maar we zijn er niet bij, dus. We zijn er niet bij. De Mirko Morels, KV Mechelen supporter en vierkante paal sympathisant, die vraagt dat we dit omgekeerd ook penalty hadden gevonden. Hè? Dus die fout van Wouters op de laat. Als het omgekeerd gebeurd was. Dan hadden we gezegd, je kunt hem geven, maar je kunt hem even gewoon niet geven. Okay. Nu zeggen we allemaal absoluut penalty. Ja, 100% penalty. Zo gaat dat. Tuurlijk. Rood wit gekleurde bril. En dan de Dirk Rombouts, en daar gaan we afsluiten. Die stelt vast dat ondanks onze brede kern dat we geen enkele vervanging hebben, of dat geen enkele vervanging het niveau van de basisspelers heeft geëvenaard. Akkoord? Bob. Ik ga eerst even naar Duncan. Ik ga er nog eens over nadenken. Ik schuif een hete patat door. Ja, nee, je mocht die gerust doorschuiven. Nee, ik ben er wel mee akkoord. Maar langs de andere kant, het was ook in een... De wedstrijdrealiteit op dat moment was ook wel van... We trekken ons terug en ja, dan een Benson of een Jansen die de amper deftige ballen krijgen... Kunnen die dan iets verwijten? Ja, dat ze de bal dat ze wel kregen niet genoeg vasthielden. Maar ik zou die nu niet beoordelen op basis van die invalbeurt. Ik weet dat niet. Ik vind dat nogal gemakkelijk. Ik vind de kwaliteit sowieso niet genoeg op die posities. Of de flanken dan. Hè. Behalve Miyoshi dan. Ja, daar zijn we het unaniem over eens. Ja. Nee. Okay. Ja. Pop, iets aan toe te voegen? Of? Nee. Ik, Duncan, die hete patat is goed verteerd. All right. Bob, wij spreken jou hopelijk heel hard binnenkort terug naar uw... Voorzichtig zijn, hè, Bob? Want dat is... Ja, maar ik heb twee... En die bouwnaam niet opzetten. Ik heb twee andere palen, vierkante palers, bij en nog een... ik zal het gewoon zeggen, ik ga met de Ziggy, de Hans en de Gino. Dus een schoon kwartet. Wat een toptripje. Ja. Voilà. Met de vlieger en niet met een trein. Met een trein naar Pristina. voordat je het land uit zei, het al 4 uur vertraging met een NMBS. En dan moet Duitsland nog deuren. Ja. Nee, met de vlieger. Woensdagmiddag. Top. Geniet ervan. En tot de volgende, hopelijk na een glorieuze overwinning. Mannen. Ciao. Dag Thomas, dag Bob. Ciao.